In mijn vorige video heb ik wat dingen gemaakt voor Pasen. Zo heb ik een paasei gemaakt en een mandje met de paashaas. Mocht je die nog niet hebben gezien, ik zal hierboven een link plaatsen, dan kun je die terugkijken. Maar in deze video even geen lasersnijder en geen laserproject. Het is tijd voor een nieuwe beamer. En deze keer ook geen beamer van Wanboo, maar een beamer van Lenovo, de Lenovo 100. Nou ja, ben je heel benieuwd hoe die eruit ziet, wat de specificaties zijn en of die goed werkt? Blijf dan vooral even kijken naar deze video, want in deze video ga ik hem uitpakken, aansluiten en ga ik jullie alles laten zien. Nou, ik ga hem eerst even uitpakken, kijken wat er allemaal in de doos zit. Dan weten we dat ook meteen. Even opensnijden, die kant ook. Zo. Nou. Het is altijd mooi ingetaped, hè, die zendingen. Zo. Die mag weg. Hoppa. Nou, hij is gesield zoals jullie kunnen zien. Ik zal hem er even openmaken. Dan gaan we even kijken wat er allemaal in de doos zit. Zo. Nou, hier zit een mooie doos in. Zo ziet het eruit. Dit is de donkere kleur. Hij is er ook nog in het wit en in het blauw. Die mag ook weg. Nou, eens even kijken. Een mooie kleurige doos. Even kijken of we hem open kunnen maken. Ja, hier is die nog gesield. Ik ga hem ook even opensnijden. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien. Nou, wat zit er allemaal in de doos? Deze eraf. Hier zit een handleidingje bij. Wat er allemaal in hoort te zitten. De functies en zo. Het allemaal met kleuren staat het erop. Dat zit er dus in. Dan hebben we de beamer zelf. Dan ga ik even eruit halen. Deze even wegleggen. Nou, wat ik al zei, is de zwarte uitvoering. Of grijs eigenlijk. Onder heeft hij een aansluiting voor het statief. Sensor voor. Er zit auto keystone correctie op. Autofocus. Een HDMI ingang zit erop. USB 2. Koptelefoon. Infrarood sensor. En een voedingsaansluiting. Boven zit een aan- en uitknop. Achter zitten twee speakers in. 2×5 watt. Dus ik ben benieuwd hoe die klinkt. En ik ben ook benieuwd hoe die klinkt ten opzichte van een ander merk. Nou, dan hebben we nog een voedingskabel. Een voeding, een adapter. Om hem aan te kunnen sluiten op het lichtnet. En er zit een afstandsbediening bij. Wel een mooi ding. Grijs met een beetje, ja, metallic kleurknop. Aan en uit. Spraak, er zit ook AI voice control op. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Ga dat zien. Volumeknoppen, homeknop, terugknop, menuknop, navigeren en focus volgens mij. Ook hier twee triple E batterijtjes. Die zitten er niet bij volgens mij. Nee, want hij is helemaal leeg. Dus die moet ik zelf eventjes toevoegen. Maar dat geeft niks. Die dingen die heb ik voldoende liggen. Nou ja, die gaat daarin. In het volgende stuk van de video ga ik hem aansluiten. Gaan we hem opstarten en ga ik kijken hoe die werkt. Nou, ik wilde hem eigenlijk aangesluiten, maar ik vraag me dan altijd af wat mensen dan bedenken. Dit zit er dan bij als voedingskabel. Ik weet niet hoe dat zit in andere landen, maar in Nederland in ieder geval zitten de stopcontacten niet, zeg maar, hier in de lucht. Dus dat, ja, dan vraag ik me dan altijd af. Dit is niet ook, ja, deze is wel iets langer, maar niet super lang. Dus ja, dat vind ik dan eigenlijk al een minpuntje. Maar dat is, misschien ben ik dat alleen. Maar ja, maak er dan op zijn minst een meter van. Niet ja, 40 centimeter of 50 centimeter. Maar goed, dat wil niet zeggen dat hij niet goed werkt, hè. Nou, ik zie een Lenovo scherm en een logo. Overigens zie je dat er wat vouwen in het scherm zitten. Ik heb het scherm niet strak gespannen, dus. Maar als dadelijk het beeldscherm helemaal gevuld is, dan valt dat niet zoveel meer op. Maar dat heeft dus niet met de beamer te maken, maar met het scherm, zoals je ziet.
Dus een antireflectiedoek is dat. Nou, hij heeft even tijd nodig om op te starten. Dat zal ongetwijfeld alleen de eerste keer zijn. Als die eenmaal ingesteld is, dan zal het wel wat sneller gaan. Nou, hij geeft aan dat ik de afstandsbediening moet koppelen. Ik hou twee knoppen, moet ik ingedrukt houden. Oh, hij gaat eerst autofocus doen. Zoals ik al zei, er zit autofocus op en auto keystone correctie. Nou ga ik de afstandsbediening gaan koppelen door twee knoppen ingedrukt te houden. Hij gaat knipperen op de afstandsbediening. Ja, hij is gekoppeld. Duurt eventjes dus. Nou, dan kom ik in het thuismenu. Nou, dan hebben we verschillende menus boven. We hebben een zoekmenu, een home, een apps, een video, music, settings. Hier hebben we de weersverwachting, maar ja, die kan hij nog niet ophalen, want ik heb nog geen verbinding gemaakt met mijn wifi netwerk. Dan hebben we de tijd. Nou, als ik dan even naar de settings ga, heb ik vier menus. Ik heb settings, ik heb source, options en USB. En ik moet zeggen, het heeft heel veel gelijkenis met, het menu van de Wambu Beamer. Ik zal op de settings klikken. Ja, dit ziet er volgens mij identiek uit. Ik zal het nog vergelijken straks. Maar volgens mij is het precies dezelfde structuur. Nou ja, we kunnen dus de wifi-instelling kunnen doen. We kunnen Bluetooth kunnen kiezen. We kunnen bijvoorbeeld een externe speaker koppelen of een keyboard. Dan heb je de projector settings. Daar zal ik even doorheen gaan. Dan heb je de projection mode. Dan kun je dus kiezen of de beamer aan de voorkant staat of aan de achterkant. Of die aan het plafond hangt of niet. Automatische keystone correctie kun je aan of uitzetten. Handmatige keystone correctie kun je doen. Automatische focus kun je aan of uitzetten. Of handmatige focus kun je doen. Digitale zoom, dus dan kun je inzoomen. En correction settings, even kijken. Trapezium kun je dus corrigeren. Dan kun je instellen dat hij de automatische keystone correctie doet bij het opstarten. En dat hij focust bij het opstarten. Nou, dat hebben we gezien. Dat staat aan en dat deed hij ook zojuist. Dus dat werkt goed. Dan heb ik een system update menu. Daar kun je een online update doen of een local update. Dus via de USB stick. Je kunt de fabrieksinstellingen terugzetten. Dan heb je andere instellingen. Dan kun je de boot source, dus dan kun je kiezen waar die van op moet starten. HDMI, audio, video of uit. Dan gaat hij opstarten met het interne OS, zeg maar. De menu wat je nu ziet. Je kunt, als je op de power knop drukt, dat hij in standby gaat of meteen aangaat. Je kunt de taal kun je instellen. In allerlei talen, zoals de menutaal. Dan staat nu op het Engels. Je kunt hem uit laten gaan op een gezette tijd. Dus na zoveel minuten. Nou, dan hebben we About. Hier staat de versie. De Android versie. Android 9. Hoeveel geheugen die vrij heeft. Dat is 2 gig zit daarin. Dat is echt het werkgeheugen. En dan hebben we nog opslag van 16 gig. Dan heeft hij nog 11,7 gig vrij. En het MAC-adres. Nou, dan gaan we even naar het source menu. Dan kun je dus kiezen HDMI, audio, video of USB. Dus je kunt ook een video bekijken van de USB. Als je wilt. Dan heb je options menu. Terms of use, privacy settings. Daar kun je dus instellen wat ze wel en niet mogen zien van jou. En dan heb je nog instellingen voor reclame volgens mij. Dus ook daar kun je even doorheen gaan en de juiste instellingen zetten. Nou, dan hebben we USB menu. Dan kun je dus vanaf een USB stick kun je een video afspelen, een foto, muziek. Je kunt documenten inladen. Je kunt vanaf het interne geheugen kun je doen. Of een externe storage. Die zal dan ook via de USB gaan. Die zit er nu ook niet in. Nou, dan hebben we het muziekmenu gehad. Ik ga even de wifi settings even goed zetten. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan kunnen we de andere dingen gaan doen waarvoor internet nodig is. Nou, ik ben inmiddels verbonden met mijn wifi netwerk. Ik ga even naar system update. Ga ik kijken of er een update is. Nou, hij geeft al aan dat de projector op de laatste versie zit.
Dus daar hoef ik niks mee te doen. Ga ik even terug naar het thuismenu. Nou, dan kan ik de weersverwachting kan ik ook instellen. Nou, hij staat nu op de eenhoorn. Ik zal... Ik pak eventjes Amsterdam. Dat is een mooie hoofdstad. Even kijken. Kan ik dan naar boven terug, denk ik. Zo. Nou, dan zie je dat hij hem aangepast heeft. 7 graden. Bewolkt. Dus dat werkt ook. Nou, dan ga ik eventjes naar de zoekoptie. Hier kunnen we dus dingen zoeken. Nou, ik kan bijvoorbeeld even een spelletje inladen. Je kunt meerdere spellen doen. Nou, even kijken als ik hem ga downloaden. Nou, dat gaat gewoon redelijk vlot. Dus 87,5 MB. Is niet zo groot. Dus ook daar kun je die beamer voor gebruiken, hè. Omdat het Android is, kun je natuurlijk allerlei spelletjes installeren. En als het goed is, kun je ook de game spelen met de afstandsbediening die erbij zit. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een game controller koppelen. Een Bluetooth game controller. En die kun je dan kun je daarmee spelen. Nou, zoals ik al zei, er zit Android 9.0 op de beamer. Dus je kunt allerlei spelletjes, welke onder Android werken, kun je erop installeren. En er zit Bluetooth op. Dus als ik bijvoorbeeld, ik heb hier een Nvidia Shield controller. Nou, die kan je vrij eenvoudig koppelen. Dan ga ik voor naar het instellingenmenu. Ik zeg Bluetooth settings. Nou, vervolgens druk ik hier op de pairing knop van de game controller. Zoals je ziet gaat die blauw knipperen. Ik zeg scan for devices. Hij vindt de Nvidia controller. Ik zeg pairing. En hij is gekoppeld. En op dat moment kan ik met de controller de beamer bedienen zoals je ziet. Nou, als ik dan bijvoorbeeld eventjes naar boven ga. Ik ga hier naar een spelletje. En dan kun je dus gewoon door middel van de controller kun je een game spelen. Nou, ik zeg play. Ik druk een aantal keren. En dan gaat hij hem inladen. Nou, zoals je ziet loopt dat gewoon vrij soepel. Dus als je het leuk vindt om een spelletje te spelen in de huiskamer op de muur, dan kan dat met deze beamer. Nou, je ziet, loopt dat gewoon soepel. Kan iedereen aan de kant duwen. Nou ja, ik speel dit spel nooit, maar je ziet dat het gewoon soepel loopt. Dus zo eenvoudig werkt dat. Nou, ik kan hier quit event doen, yes. En dan ga ik terug naar het menu. En als ik op de terugtoets druk, dan gaat hij er weer uit. En zit ik weer in het hoofdmenu van de beamer. In de volgende test wil ik gaan kijken hoe goed de automatische keystone-correctie is. Wat hij dan doet is, stel ik zet de beamer dadelijk schuin op de muur. Dan krijg je een vertekend beeld. Dan zie je dat het beeld schuin komt te staan. Een trapezium krijg je. Dat gaat hij corrigeren. Dus met name hieronder, als je bijvoorbeeld kijkt naar de tafel en het beeld. Die lopen redelijk parallel nu. Op het moment dat ik dan dadelijk de beamer schuin ga zetten, dan zie je hier links zie je hem een stuk hoger. En dan zie je dat hij hem gaat corrigeren en hem recht trekt. Nou, ik ga kijken hoe goed hij dat doet. Dus ik ga hem nu verplaatsen. Je ziet links dat hij een stuk hoger is dan rechts.
En je ziet dat hij hem ondergecorrigeerd heeft. Ik ga hem even terugplaatsen. De positie waar hij stond. Hij gaat weer de correctie uitvoeren. En hij zet hem weer recht. Dus dat doet hij vrij aardig. Nou, in de volgende test ga ik even kijken hoe goed de YouTube applicatie werkt. Of hij een beetje vlot opstart. Ik ga eventjes naar YouTube. Ik pak eventjes mijn eigen kanaal maar even. Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. Nou, die start gewoon vlot op. Ik ga even kijken wat de instellingen zijn. Of die op Full HD staat. Nou, hij staat op Full HD. Dus dat is goed. Dit is de enclosure, oftewel de behuizing. Dan ga ik hem eventjes een stukje vooruit spoelen. Even kijken. Deze. Dan ga ik hem even halverwege de video. En dan ga ik hem afspelen drukken. Nou, je ziet dat hij heel even buffert. En daarna is hij gewoon klaar. Dus dat werkt goed. Pak eventjes, pak even een andere video. Hey mensen, leuk dat jullie van mijn eigen kanaal. Ik heb een nieuw pakketje binnen van MacPow. Zo. Ik pak even de laatste. Kijken wat die doet. Overal waar ik heen kijk, zie ik al pasen. Dus ik dacht, loopt gewoon goed. Pasen. Even een beetje vooruit spoelen weer om te testen. Plop. Nou, ook dat loopt gewoon prima. Nou, wat hebben we hier nog? Camera slider, die heb ik ook gemaakt. Ik zat laatst te denken voor je. Nou, ik wil even een stukje vooruit spoelen. Hop. Veel heb ik even ingeladen. Hier hebben we Fusion 360, een tekening. Ja, aanpassingen die je maakt. Voor de slider die ik gemaakt heb. Nou, kun je iets meer afronden. Dus kun je ook zelf maken als je wil. Als je die video nog niet hebt gezien, vooral even kijken. Leuke video. Maar goed, dat werkt dus gewoon eigenlijk prima. Dus ik ga even terug naar het hoofdmenu. En dan kunnen we het volgende gaan testen. Nou, het volgende wat ik wil doen is even Netflix testen. Dus ik heb hier Netflix, die start ik op. Nou, ik ga eventjes naar beneden. Oh. Even kijken. Ik pak maar gewoon een willekeurige film. Ik weet niet wat het is. En die start ik even op om te kijken wat hij doet. Nou, je ziet dat hij even moet laden. Maar dat gaat vrij vlot. Ook hier zal ik eventjes kijken of ik hem een stukje vooruit kan spoelen. Hier naartoe zet. Dan zie je dat het gewoon heel vlot loopt. Ik doe nog een keer naar voren. En je ziet dat hij direct, zonder enige lag is hij er gewoon. Dus dat werkt eigenlijk ook wel erg goed. Nou, het volgende wat ik wil gaan testen, of laten zien eigenlijk, is de applicaties. Dus ik ga naar het applicatiemenu. Nou, dan heb je verschillende applicaties staan er standaard al op. Die staan hier. Nou, je kunt ook Bluetooth speaker, dus dan kun je, als je daarop zet, dan kun je de Beamer gebruiken als speaker. Je hebt de Miracast, daar kun je bijvoorbeeld vanaf je telefoon casten naar de Beamer toe. Je hebt een standaard App Store heb je erop staan. En je kunt natuurlijk de Google Play Store installeren. De standaard App Store, daar staan ook al een aantal dingen in. Ook op categorie. Je moet hem even opstarten. En vanuit die App Store kun je dus gewoon applicaties installeren. Dus zeg ik even naar categorie. Ik pak Music bijvoorbeeld. Nou, dan krijg je allemaal applicaties met muziek. Spotify bijvoorbeeld. Nou, zeg dat ik Spotify wil installeren. Ik klik erop. Ik zeg get, zo'n free download is het. Nou, hij gaat hem installeren zoals je ziet. Dat duurt eventjes. Nou, hij staat erop. Dan zeg je open. En je hebt Spotify op de muur. Nou, ik heb geen account.
Dus ik ga ook niet inloggen, maar je ziet in ieder geval dat het gewoon ja, vrij vlot werkt. Nou, close Spotify. En zo kun je dus allerlei applicaties installeren op de Beamer. Nou, wat ik al zei, er zit 16 gigabyte opslag. Dus je kunt er behoorlijk wat erop zetten. Stel dat je iets wil van nieuws of games. Nou, kun je daar kun je gewoon zoeken. Ik wil, weet ik veel, Tetris. Nou, kun je downloaden. Hij gaat hem weer downloaden, 12 MB. Dat is allemaal kleine spelletjes. Nou, ik weet niet wat dit... Oh, daar zit een of andere ja, een blokkade op. Omdat die data wil benaderen op je Beamer. Nou, en dat moet je dus niet hebben. Dus die ga ik er weer afgooien. Maar je ziet dus hoe eenvoudig je ja, een spelletje kunt installeren. Ik zeg meteen delete. En dan is hij weer weg. Dus ook dat gaat vrij snel. Nou ja, zo kun je dus vanuit de App Store die er al op staat, kun je dingen installeren. Of je kunt gewoon zoeken naar de Google Play Store. Dan moet je natuurlijk inloggen met je Google account. En dan kun je vanuit de Play Store kun je gewoon alle applicaties downloaden. Nou, ook niet onbelangrijk natuurlijk, hoe klinkt het geluid? Er zitten twee speakers in van 5 watt. Die zitten achterop. Wat ik ga doen is, ik ga even muziek afspelen. Kijken hoe het klinkt. Even kijken. Ik pak even een muziekje. Pak deze even. En dan ga ik de microfoon er even bij houden. Ik kan eventjes naar achteren de microfoon. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to... Nou, wat ik tot nu toe merk is, het hoog komt er mooi uit. Er zit meer dan voldoende volume in. Alleen het laag heb ik nog niet echt veel ontdekt. Dat is ook wel logisch. 2 speakers van 5 watt en een kleine klankkast. Maar ik ga even kijken of er dadelijk in deze muziek nog iets wat laag zit. Dan ga ik even kijken hoe dat klinkt. Ik ga jullie nog even laten luisteren. Simon, I've been all around the globe trying to protect. Stukje vooruit spoelen. Nou, ik ga nog even een andere proberen. Kijk wat er. Even een stukje vooruit spoelen dat hij begint. Here we go. Stukje vooruit weer. Even een stukje verder, kijk of er iets anders komt. Nou, wat ik al zei, op zich het hoog komt er goed uit. Ik vind alleen het laag en het midden zelfs ook, vind ik niet zo heel erg. Het midden vind ik een beetje alsof het ja, muffled is, zeg maar. Dus, maar hoog zit er zeker in en ook meer dan voldoende volume. Maar ja, ik denk niet, je kunt er beter denk ik gewoon een soundbar aan koppelen. Want ja, je kunt natuurlijk gewoon via Bluetooth kun je een soundbar koppelen. En dan heb je al het bas wat je nodig hebt. Dus ja, op zich kun je alle kanten uit met die Beamer, denk ik. Nou, het volgende wat ik wil gaan testen is hoe lichtsterk de Beamer is. Deze Beamer heeft 700 anti-lumen. Dat zit een beetje tussen de X5 in en de andere Beamers die ik getest heb. De X5 had 1100 anti-lumen, dus die is iets lichtsterker.
Maar 700 is redelijk wat. Ik heb nu links heb ik ook nog een... In de ruimte hiernaast heb ik een lamp aan. En je ziet dat het beeld eigenlijk erg goed is. Mooi scherp beeld. De kleuren komen goed over. Ik zal hiernaast even de lamp uitdoen. Gaan we even kijken of dat nog iets uitmaakt. Nou, ik heb nu de lamp hiernaast uit, dus nu is het volledig donker. En volgens mij maakt het niet zo heel veel uit. Misschien een beetje aan de linkerkant. Maar ja, nogmaals, ik vind het beeld wel erg scherp. Kleuren zijn mooi. Ik zal de lamp in deze ruimte aandoen, want dan heb je echt veel licht. Want er zitten drie grote ledlampen hierboven. Dus als ik die aandoe, dan zul je waarschijnlijk niet zoveel meer zien. Maar ik ga het even testen. Nou, zoals je ziet, je kunt het zelfs nog wel zien. Dus zelfs dan heb je nog, ja, nog beeld. Alleen ja, dan is het eigenlijk bijna niet meer te zien. Dus ik ga hem weer even uitdoen. Zo, nu is het weer volledig donker. Ja, en ik vind, nogmaals, ik vind het een erg mooi beeld. Ja, dus wat mij betreft, als je voor de beeldkwaliteit wil gaan, dan kan ik die beamer zeker aanbevelen. Nog even een kleine tip. Je kunt natuurlijk, als stel dat je op YouTube iets wil opzoeken, kun je de afstandsbediening gebruiken die erbij zit. Dan moet je met die pijltjes toetsen, moet je allemaal door die letters heen scrollen en klikken. Maar wat je ook kunt doen, is gewoon even zo'n keyboard aanschaffen. Die kosten niet veel, die kun je online gewoon bestellen. Een keyboardje zit een dongeltje bij, die kun je achter in de USB-aansluiting stoppen van de beamer. En dan is die gekoppeld. En dan kun je, zie je, dan kun je dus een pijltje gebruiken. Of je kunt gewoon intoetsen op je keyboard. Stel dat jij je auto zoekt, tik je gewoon auto in. Nou ja, dan zie je, dan staat er gewoon auto ingevuld. En dan kun je gewoon zo zoeken met de pijltjes toetsen. Of met de joystick kun je gewoon iets selecteren en dan doet hij het. Dat gaat vele malen sneller dan bijvoorbeeld ja, die afstandsbediening die erbij zit. Het lijkt me goed om even nog door de specificaties van de beamer te lopen. Ik heb ze hier op het beeld gezet. Zoals ik al zei, het is een Full HD beamer, dus 1080p. Hij is compatible met 4K, dus als je 4K video aanbiedt, dan speelt hij het wel af, maar niet in 4K natuurlijk. Hij scaled hem dan down naar 1080p. 700 ansilumen, dus eigenlijk meer dan lichtsterk genoeg. Een quad-core CPU zit erin, 2 GB werkgeheugen en 16 GB opslag. 2 5 watt speakers zitten erachterin. Nou, die klinken best goed, hè? Ze heb ik laten horen. Niet zoveel bas, maar voor de rest klinken ze wel zuiver. Nou, er zit, even kijken, hij is geschikt voor tot 120 inch projectie. Dus dat is nog redelijk groot. Autofocus natuurlijk, auto keystone had ik al laten zien. Meerdere interfaces, er zit een HDMI ingang op, een USB 2 ingang, microfoon ingang. Long battery life staat daar, maar daar bedoelen ze mee dat de lamp, het is een LED projector met een LED lamp. En die lamp die heeft 30.000 branduren, dus daar kun je behoorlijk mee uit de voeten. Bovendien is de lens volledig gesealed, dus daar kan geen stof achter komen. Nou, hij ondersteunt wifi 6, voor als je die thuis hebt, USB 5.0. Dus eigenlijk zit er ja, toch wel alles wel op. HDR 10 trouwens zit er ook op, dus als jij content aanbiedt met HDR... in de stream meestonden, dan herkent hij dat. Nou, dat support hij ook. Nou ja, voor de rest, de ventilator die ingebouwd zit, die vind ik vrij stil. Ik zal de microfoon er even bij houden. Zoals je kunt horen, hoor je hem wel als je dichtbij staat. Maar als je gewoon in een kamer zit en je hebt een film aan, dan valt hij nauwelijks nog op. Dus dat is ook prima. Nou ja, verder vind ik het design wel, wel mooi. Ik vind het mooier dan sommige andere beamers die ik heb gereviewd met een gouden randje. Deze is, vooral die grijze vind ik erg mooi. Mooi design, mooi strak. Bovenop zit het logo wat licht geeft. Geeft ook wel een leuk effect. Maar voor de rest ja, kan ik de beamer echt wel aanbevelen. Hij kost volgens mij iets van rond de 250. Moet je even kijken, 250 euro. En daarvoor krijg je best wel een prima beamer. Het is natuurlijk geen 4K beamer en je hebt altijd natuurlijk ja, klassen hoger. Maar daar betaal je ook gewoon meer voor. Dus ik vind voor de prijs nogmaals vind ik dat je echt wel een prima beeld hebt en geluid.
Het bas, ja, had ik al laten zien in de review. Er zit wat weinig bas in. Maar ja, goed, dat kun je ook niet echt verwachten met een kleine klankkast. Hoog klinkt gewoon goed. Meer dan voldoende volume en ook zuiver. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Nou, tot zover mijn review van de Lenovo 100 Beamer. Ik moet zeggen, ik vind het een prima Beamer. Ik vind het design erg mooi. Vind ik persoonlijk mooier dan sommige andere Beamers die ik gereviewd heb. Met een hoogglans wit met een gouden randje. Ik vind dit wel chic. Grijs. Met een aluminiumkleurig frontje. Maakt het wel een mooi model, vind ik. Nou ja, alles wat je nodig hebt qua aansluitingen zit er achterop. Hè? Dat heb ik laten zien. USB 2, HDMI. Er zit een koptelefooningang. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Het is erg handig dat er natuurlijk Android 9 op zit. Kun je alle apps installeren. Je hebt geen Chromecast of zo nodig. Het zit allemaal in de Beamer. Nou ja, de opslag van 16 gig is eigenlijk meer dan voldoende om applicaties te kunnen installeren. Afstandsbediening, ook daar zit eigenlijk alles op wat je nodig hebt. Ook een strak design. Vind ik, ziet er wel chic uit. Nou ja, ik heb laten zien dat je heel eenvoudig een gamecontroller kunt koppelen. Dan kun je de spelletjes spelen op de Beamer. Je kunt een keyboardje zoals deze kun je heel makkelijk aansluiten via de USB-aansluiting. Dan maakt het wel makkelijker om snel iets te bedienen. En je hebt meteen een glidepad. Nou ja, koppelen van een Bluetooth speaker, dat werkt ook goed. Ik heb hier een Soundarc speaker. Dat ging feilloos en dan heb je gewoon een best wel mooi geluid. Maar je kunt natuurlijk ook een soundbar aansluiten. Ja, dan kun je je surround sound aansluiten met je subwoofer. Dan heb je nog een beter geluid natuurlijk. Maar goed, de ingebouwde speakers zijn zeer zeker niet slecht. 2x5 watt. Zit weinig laag in, maar goed, dat is ook niet te verwachten in een kleine behuizing als dit. Maar het hoog klonk gewoon wel erg zuiver. En ik was ook wel aangenaam verrast door de beeldkwaliteit. Ik vind die erg warm. Mooie scherpe kleuren. Het is een Full HD beamer, dus 1080p. Geen 4K, maar goed, daar betaal je ook voor. Ik heb nog even de prijs nagekeken. Momenteel, ten tijde van deze video, is hij €229 bij Geekbuying. En ik verwacht als ik hem, dat ik nog wel een couponcode erbij zal zetten bij mijn video. Dus dan zal de prijs nog iets zakken. Nou ja, dus en voor die prijs heb je echt wel een volledige beamer. Prima qua lichtopbrengst ook, 700 anti-lumen. Ja, ik heb laten zien als je de lamp hiernaast aandoet, in de kamer hiernaast. Ja, dan kun je nog prima een film kijken. Als je deze lamp hierbovenaan doet, maar goed, dan heb je ook echt wel een bak licht. Er zijn drie grote ledlampen. Ja, dan zie je bijna niks meer. Maar goed, ik denk de gemiddelde persoon, als je een film gaat kijken, maak je het ook wat donkerder in de kamer. Nou ja, dat werkt gewoon goed. Even denken, wat heb ik nog meer? Heb ik nog andere zaken? Nou, volgens mij heb ik alles wel behandeld. Specificaties ben ik ook nog even erin gegaan natuurlijk, maar die kun je ook altijd even online kijken. Is misschien niet zo interessant. De ventilator ingebouwd. Ja, die vond ik ook prima. Die hoor je bijna niet. Hè? Als je een film aan het kijken bent, ja, dan hoor je hem nauwelijks. Als je heel dichtbij staat, ja, dan kun je hem wel horen, maar dat is bij de beesten dingen. Nou ja, mocht ik nog iets vergeten zijn, laat het me even weten in de comments. Dan kan ik dat nog even toelichten eventueel. En als het nodig is, zou ik nog een extra video kunnen maken. Als je deze video leuk vond, laat het even weten met een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent. En blijf me vooral volgen, want ik heb weer een nieuwe lasersnijder is er onderweg. Een erg mooi model. Ik zal nog niet zeggen welke, maar dat ga je vanzelf zien als je me blijft volgen. Nou ja, dan hoop ik jullie weer gauw terug te zien in de volgende video. Later!